Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Wiki zonder suiker, klinkt goed, smaakt goed, Backup, Pios studiebegeleiding en het Oranje Kruis. Goedemorgen, dit is Later als ik groot ben. Het programma waarin ik samen met kinderen uit groep 7 of 8 van de basisschool ga kijken of de droombaan die ze voor zichzelf in gedachten hebben ook echt de beste baan is die bij ze past. We gaan op de opleiding kijken en we gaan een dagje meelopen op de werkvloer. Vandaag ga ik dat doen met Roos. En Roos noem ik nu al een soort van Miley Cyrus. En dat is niet omdat ze wil gaan acteren of gaan dansen. Het heeft een andere reden. Daarover straks meer. Ik ga ze eerst overvallen, want ze zit nu gewoon in de klas. Heeft nog geen flauw idee dat ik eraan kom. Als het goed is, is dit groep 8, de groep van juf Svenja. En nu maar hopen dat Roos toevallig een dagje ziek is. Dat moet niet hebben. Ach, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit de klas van juf Svenja? Ja, ach, wat leuk. Ja, ik kom voor een van je leerlingen. Juffrouw Svenja. Misschien moet je er even bij komen. Dag, ik ben Jochem. Ja, ik kom eigenlijk voor een hele stoere meid. Die nu al heeft bedacht. Ja. Dat ze later in de bouw wil gaan werken. Enig idee wie dat zou kunnen zijn? Ah, ik heb wel een vermoeden. Een vermoeden? Ja, waarvan ik weet dat vader ook in de bouw werkt. Oh. En? Zit er een grinniken daar. Roos. Ja, ik zeg goedemorgen, hoe is het met je? Goed. Ik wou je eigenlijk meenemen vandaag. Hoe vind je dat? Leuk. Ja, of zeg je nou, ik zit net zo lekker te rekenen, ik kan het niet een andere keer. Mag ik Roos een dagje meenemen? Ja. Dat vinden jullie toch ook te gek voor Roos? Ja, en voor iedereen die nou denkt van, oh, had ik ook maar een brief gestuurd, dat kan nog. Doen we gewoon het tweede seizoen. Roos, spullen dicht, appeltje mee, watertje mee en hup. Ja. Doei. Veel plezier. En jullie nog heel veel plezier met het rekenen, hè? Yeah, leuk. Doei, doei. Even, want ze denken thuis, weten ze nog helemaal niet wat jij later wil gaan worden, wat je bedacht hebt. Ik zou later heel graag in de bouw willen werken en ja, gebouwen willen maken en bouwen ontwerpen en zo. Ik heb je net al genoemd eigenlijk een soort Miley Cyrus. Heb je enig idee waarom? Op de wrecking ball van Miley Cyrus. Wat is er zo leuk aan slopen? Gewoon dat het allemaal gewoon kapot mag en zo. Dat is gewoon echt gaaf om te doen. Maar je vindt het dus ook leuk om te bouwen en te ontwerpen? Ja. Ik heb ook heel vaak, dan als ik hier met kinderen aan het buiten spelen ben, gaan we altijd heel veel takken zoeken en bladeren. En dan gaan we hele grote hutten bouwen altijd, waar we onder kunnen zitten. Oké. Okay. Heb je enig idee wat je er allemaal voor zou moeten kunnen? Waar je goed in moet zijn? Goed kunnen nadenken hoe alles kan passen als je het bouwt. Mm-hmm. En als je het sloopt, dat je weet met welk materiaal je het doet. Dat klinkt al goed. Materiaalkennis is namelijk belangrijk. Of dat ook echt een vak is, gaan we uitzoeken op de Haagse Hogeschool. Maar voordat we op pad gaan, krijgt ze eerst nog een welkomstpakketje. Dat zou ik heel graag hebben. Wou je die echt heel graag hebben? Ja. De dag is nu al geslaagd. En dan gaan we even kijken naar Janette, want Janette is de studiebegeleider. En die heeft weer gekeken naar en het karakter en het leerniveau, in dit geval van Roos. Om te kijken of dat ook matcht bij al haar plannen die ze heeft. Ik denk het wel. Roos de Kluis is 11 jaar. Roos is een lieve meid met een pittig karakter. Ze is een echte doener en ze helpt graag mee met klussen. Laatst in de achtertuin heeft ze eigenlijk zelf een eigen projectje gehad met het bouwen van een barbecue. Dat heb ze helemaal zelf ontwikkeld ook, met de oude stenen die ik nog had leggen. Nee, daar is ze aardig mee aan het knutselen geweest. Roos is creatief en vindingrijk en daarom krijgt ze daarvoor 5 sterren. Ze houdt van aanpakken, kan out of the box denken en daarom komt ze tot slimme oplossingen. Voor zelfvertrouwen krijgt zij 2 sterren.
Zij vraagt zich met regelmaat af of zij nieuwe dingen wel kan. Dan zoekt ze bevestiging bij anderen, terwijl zij het gewoon moet doen. Roos krijgt voor school 4 sterren. Ze gaat met plezier naar school en leren gaat haar relatief makkelijk af. Vooral rekenen en gym vindt ze leuk. Dus Jochem, Roos is creatief, maar ze mag nog wel wat sleutelen aan haar zelfvertrouwen. Haagse Hogeschool. Hier hebben ze de opleiding bouwkunde. Dat is de plek waar jij, als je je middelbare schooldiploma hebt gehad, dat moet natuurlijk ook nog even gebeuren, waar je dan opgeleid zou kunnen worden tot bouw- of sloopexpert. Ja. Of allebei. Zie je jezelf hier al lopen? Ja. Het gebouw zelf is al indrukwekkend. Dus Roos en ik maken snel nog even een hippe selfie. Even lachen en dan op zoek naar studenten. We vragen ons natuurlijk af, is het een leuke opleiding? Ik vind het wel wel. Ja? Wij allebei vinden het wel wel. Ja, waarom is het een leuke opleiding? Nou, persoonlijk, ik hou heel erg van creatieve dingen, dingetjes maken, bezig zijn met je eigen product. Op welke werkplek wil je terechtkomen? Ik word waarschijnlijk constructeur. Constructeur? Ja. Dus het berekenen van de constructies, wat er op een kolom terechtkomt. Wat voor lessen krijgen jullie eigenlijk allemaal? Het is heel breed. We krijgen een tweede blok, want een jaar is verdeeld in 4 blokken. In het tweede blok krijg je echt tekenen in programma's. Hoe de bouw qua organisatie in elkaar zit. En hoeveel jaar is de studie? 4 jaar. 4 jaar. Yes. En dan ben je bouwkundige? Ja. Dan ben je bouwkundige ingenieur inderdaad. Dat klinkt toch even anders dan schoonsloper, hè? Toch? Ja. Hey, dank jullie wel. We houden jullie niet lang meer op. Yes, dank je wel. Oké. Arjan. Hoi. Ja, dan zijn we goed. Nou, Arjan, mag ik je voorstellen, dit is Roos. Hoi Roos. Hallo. Toekomstig bouwkundig ingenieur. Wauw. Denk ik, hoop ik. Ja, die hebben we nodig in de bouw. Dus, ja, echt waar? Ja, echt absoluut. Ja. Is er veel werk? Er is ontzettend veel werk. Goed, je hebt voor ons al een opdracht. Ja. Ik stel voor dat we dan maar even de jas uit doen. Ja, zou ik maar doen. We gaan dus kijken wat materialen doen. Je gebruikt deze materialen en die spekjes om een constructie te maken. En je kan ze natuurlijk daarin steken en dan een soort verbinding maken. Als een soort Lego. Ja? En de opdracht is, maak een zo hoog mogelijke toren. En 1 spekje moet minimaal 5 seconden bovenin blijven staan. Succes. Nou. Ja. Als aankomend bouwkundig expert leer je dus bouwen met ongekookte spaghetti en spekjes. Kijk, dat verwacht je dus niet. Misschien als je zo'n kruis maakt. Nou, dat kan ook. Ik denk dat hij gaat vallen. Jij denkt dat hij gaat vallen? Ja. Nee, hij gaat niet vallen. Zo, en dan proberen zo ver mogelijk hierheen te duwen. Die ook een kleintje, nou, hier dus maar een heel kleintje. Ja. Maar na wat spannende momenten en corrigerende ingrepen staat de roostouwer. Je bent geslaagd voor je opdracht, Roos. En wat doe je met een zelfgemaakte roostouwer? Precies, die sloop je. Kijk, gewoon ook meteen op de grond, al die lekkere spekjes. Dan nog even digitaal bouwen met BIM. Wat je hier voor je ziet is een BIM-model. Dus het staat eigenlijk voor een bouwwerk informatiemodel, maar ze noemen dat ook vaak bouwinformatiemanagement, omdat het eigenlijk verder gaat dan alleen het model. Stel je wel eens later een villa laten bouwen, dan is het heel handig als je van tevoren bijvoorbeeld al door het gebouw heen kan lopen en kan zien waar je bepaalde dingetjes wil hebben. Je kan bijvoorbeeld dingetjes niet laten zien. Maar als we het dak even terughalen, dan kan je dus ook bijvoorbeeld op de materialen klikken. En dan kan je eigenlijk precies zien wat die materialen inhouden. Maar het is dus belangrijk, hier op de opleiding, om ook handig te zijn met de computer. Ja, ja. Daar ontkom je niet aan. Nee. Heb jij iets met computers? Een beetje. Een beetje. Maar wat doe je thuis op de computer? Spelletjes spelen. Of die spelletjes ook van pas komen bij BIM gaan we even testen. Want Arjan wil nog wat verbouwd hebben aan zijn eigen huis. Want wat ik heel erg graag wil met mijn gezin is een kamer waar heel veel licht in kan. En dan wil ik, mag jij zeggen, ergens een deur om naar buiten te kunnen. En ik wil veel mensen kunnen ontvangen om een feestje in de tuin te vieren. Hoe gaan we dat doen? Ik denk dat het beste is om hier dan wat glazen ruiten te doen. En hier zo. En dan maken we hier zo de deur. Ja. Dit is gewoon een muur? Ja. Nou hebben we een muur. Die deur zit er al in, die zit goed? Ja.
Oké. Okay. Ik denk dat er meer, nog meer licht in moet, toch? Ja, daar gaan we een raam voor. Aan allebei de kanten een raam? Nou, dit is wat Roos bedacht heeft. Wauw. Ja. Nou, ik denk dat ik hier wel wil wonen. Ja? Ik zou dit zo kopen. Ook voor je ontwerpopdracht ben je gewoon geslaagd met een dik team. Supergoed gedaan, Roos. Nou, dat was die de opleiding. Ja. Of in ieder geval een indruk van hoe de opleiding eruit ziet. Wat vind je ervan? Ik vond het heel erg leuk. Ja? En ik heb er heel veel van geleerd al. Nu al? Kan je nagaan? Ja. Ik heb nog iets meegekregen, want dit is natuurlijk nog maar deel 1 van ons verhaal. Hè? Want we gaan natuurlijk ook echt aan de slag. We gaan echt bouwen en we gaan ook echt slopen. Ja. En daar hebben we deze voor. Dus die kan je vast opdoen. Ja? Maar so far so good, toch? Ja. Oké. Okay. Roosje Cyrus. Op naar de werkvloer. En dat wordt niet zomaar een werkvloer. Nee, dat wordt er eentje op 20 meter hoogte. Eens kijken of Roos dan ook alles onder controle houdt. En natuurlijk mag ze ook even een woonblok tegen de grond werken als een echte sloper. Tot zo, na de break. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twicto, het nieuwste constructiespeelgoed, Retour Jeans, Eurowijs en Stichting Platforms VMBO. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twicto, het nieuwste constructiespeelgoed, Retour Jeans, Eurowijs en Stichting Platforms VMBO. Deze week ben ik op stap met de 11-jarige Roos, die twee passies heeft. Bouwen en slopen. Straks mag ze zelfstandig een sloopkraan besturen. Dus blijf allemaal nog even binnen. Maar eerst gaat ze in Gouda de bouwsteiger op. Goedendag, mogen we even storen? Jazeker, goedemiddag. Wij zijn op zoek naar de hoofduitvoerder Peter. Ja, dat ben ik. Oké, nou dan weet je dat we komen. Dit is Roos. Hoi Roos, goedemiddag. Mogen we even... Ja, zeker, neem plaats. Want jullie zijn nu bezig met een soort bouwvergadering. Ja, wij houden elke dag overleg met alle betrokken partijen die we hier hebben. Er werken hier ongeveer 50, 60 mensen per dag op deze bouwplaats. En dat zijn ongeveer 15 verschillende partijen. En die moeten wij allemaal coördineren met elkaar, want al die partijen die doen wat anders. Hebben we er zin in? Ja. Ja? Dan nou, kom op. Zeggen, dan gaan we, Roos. Aan de gang. Hoppakee. We zijn hier een nieuw kantoor aan het bouwen voor de Rabobank. Oké. Okay. En we vinden het heel leuk dat jij vandaag bij ons komt kijken en ons komt helpen. Ik ook. Maar je bent al een heel eind dus, of niet? Ja, we zijn al een heel eind inderdaad. Ja, want wanneer moet het klaar zijn ongeveer? Nou, wij zijn denk ik klaar eind april. Nou, zullen we dan naar boven gaan? Ja. Ja, haal ik nog even, kijk even in de auto nog, of ik nog wat dingen moet regelen voor jou even. Maar gaan jullie vast dan even naar boven? Nou, dan gaan wij alvast naar binnen. Is goed. Ja. Oké, okay, kom. Ga je mee, dan gaan wij de lift in. Nee, ik blijf lekker met mijn beide benen op de grond. Want ja, dat is toch de plek waar je het beste overzicht kunt bewaren. En iemand moet dat doen. Nou, Roos, daar zijn we, op het dak. Ja. Bijna 25 meter hoog. En daar wil ik even gaan controleren of de mensen die de lichtstraat hier gemaakt hebben, of die klaar zijn. Want dat hadden ze mij wel beloofd. Nou, dan gaan we er samen overheen. Dan ga je hier overheen zo. Kijk, en dan kunnen we het ook meteen controleren. Is het alleen maar controleren wat jij doet of doe je zelf ook soms bouwen? Nee, ik doe hier op voor mijn werk doe ik niet meer zelf bouwen. Wat ik doe is controleren van alle partijen. En dat heeft dan te maken met tijd, hè. Dat noemen we dan een planning. Dat heeft te maken met kwaliteit, dat is wat we nu doen. Hè. Controleren of de mensen het goed gedaan hebben. En we hebben natuurlijk ook te maken met geld, hè. Want bouwen kost geld. Nou, dat zijn voor mij de belangrijkste dingen. Controle hier, controle daar, maar onze Roos wil bouwen. Dus gelukkig is daar Michel. Zet je hem zo naar de draad toe. Dat is het. Oké. Smeer hem maar in. Dan gaan we knippen. Oh, hier ben je. Ik was je kwijt. Hoe gaat het? Goed. Heb zij dat gedaan? Ja. Echt waar? Ja. Hoe vind je dit om te doen? Leuk. Maar het is best zwaar, of niet, zo'n steen? Ja. Is wel te doen? Nou ja, kijk, jullie zijn hier met die zware stenen bezig. Stel dat die uit je handen glipt, op je been. Ik zeg schaafwond, ik noem maar wat. Ja,
Weet je dan wat je moet doen? Eigenlijk nog niet meegemaakt, een beetje jodium erop. Beetje jodium erop? Ja. Ik denk dat dat niet verkeerd is, maar ik denk dat er meer bij komt kijken. Ja? Ja. En daar weet Misha alles van. Nou Roos, stel jij hebt hier een schaafwond. Ja. He, stel hij zit op je onderarm. Dan moeten we hem eerst gaan schoonmaken. En hoe denk jij dat we hier het beste de wond kunnen schoonmaken? Met water. Met water, inderdaad. Dus een beetje water overheen. Zo. En zo verwijderen we het oppervlakkige vuil uit de wond. Zodat je niet later daar een infectie van kan krijgen. We hebben een steriel gaasje. Die plakken we op de wond. Want het is nog nat dan, hè? Maar dat geeft niet. We hebben het al een beetje droog gemaakt. Maar het laatste beetje water, dat is geen probleem. En in principe kan een wond natuurlijk gewoon zelf helen. Ook als je er niks overheen legt. Maar als je weer verder gaat met wat je aan het doen was, dan is het goed om de wond af te dekken. Ik weet al, de volgende dag wil je dat eraf halen en dan is het zo'n... Ja, dat is een vervelend gevoel. Ja. En de huid is daar weg. Leuk zal het niet worden, wil je dus zeggen. Heel leuk gaat het niet worden. Nee. Zo, Roos. Gaat het weer een beetje? Jij kan weer verder. Kan deze weer omlaag. En jij moet weer die kant op, want jij moet nog wat geveldingetjes vastmaken. Hè? Ja. Heel veel succes. Nou, we gaan daar die vliesgevel even samen afschroeven. Ik heb er wat spulletjes klaar liggen voor jou. Gaan we met het trapje omhoog. Het is een heel smal trapje, dus we moeten even goed uitkijken. Maar dan loop ik achter je aan. Dus dan gaan we naar de derde verdieping. En dan schroeven we die vliesgevel af. Een vliesgevel afmonteren. Voor de duidelijkheid, dat is dus aan de buitenkant van het gebouw. Op 20 meter hoogte. Maar goed, Roos laat zich niet gek maken. Misschien een beetje wankel, maar het zit allemaal goed vast hoor. Hiermee gaat deze stijger, dat noemen ze een hefstijger, dus die heft omhoog. Nou, er zit een veiligheidsstop op, dus als je denkt van ik vind het eng, sla er heel hard op en hij stopt en we gaan weer naar beneden toe. Nou, mag jij hem voor mij bedienen? Dit is het knopje omhoog, knopje omlaag. En dan gaan we naar de derde verdieping en dan zie je daar, die ruit die hebben ze vanmorgen nog voor ons gezet. En die gaan wij nog even afmaken, zodat Peter dadelijk met de stijger kan af gaan breken. Echt eng. Nou, we zijn op de goede hoogte, dus we kunnen gaan beginnen met de lijsten erop schroeven. Die heb ik hier liggen. Deze lijst die moeten we erop schroeven. En dat is eigenlijk een lijst die ervoor zorgt dat de ruit vast blijft zitten. Zo, en dan kan jij de schroeven erin draaien. Het is altijd wel belangrijk dat de schroef precies in het midden zit, want als je iets te laag of te hoog zit, dan breekt de ruit. Dus dat is altijd nog wel een nauwkeurig werkje dit. Goed duwen. Ja, draai maar door. Kijk, en dan zie je dat hij op een gegeven moment aandrukt. Ja, en dan is hij klaar. Ja, draai maar door. Goed, naar die rubbers kijken, dan zie je het. Ja. Ja, ik heb wel respect hoor voor Roos. Ik bedoel, ik sta hier gewoon op de grond. Angsthaas dat ik ben. En zij is op een kleine 20 meter hoogte is ze vliesgevels gewoon aan het afmonteren. Alsof het niks is. Echt heel knap. Ja, dat is pas een echte stoere meid. Roos! Hoor je me? Ja! Gaat het goed? Ja hoor. Toppertje, echt waar. Maar goed, ik heb het ook onder controle. Dat is ook knap, toch? Ja, doe je schroef het eerste stukje in. Ja. Die vind ik best lastig om te doen. Dat was het eerste, dan leg ik deze even weg. En nou, dit is natuurlijk niet zo mooi om te zien. Hè? Dat is zo'n gebouw met al die lelijke schroeven erin. Dus daar hebben we speciale sierlijstjes voor. Die zie je hier ook al overal omheen zitten. Die heb ik er ook nog eentje liggen. Die slaan we er eventjes overheen met een hamer en een stuk hout. En dan is het stukje klaar. Nog harder? Ja. En verder het stukje weer klaar. En kunnen ze weer verder, de jongens. Goed. Ja. Met die gevel kan niks meer gebeuren. De werkdag zit er bijna op, maar Roos kan niet bouwen zonder te slopen. Dus op naar Den Haag. Welkom op de sloop. Dit is de Hoefkade, dit is een wijk in Den Haag. Die wordt helemaal plat gegooid, want hier komen allemaal nieuwe huizen. En dat plat gooien, ja, daar is dus nu mee bezig. En niet lachen, maar hij heet ook Jochem. Dus we gaan Jochem even erbij vragen. Ja. En kijken of hij uit kan leggen hoe het precies werkt. Dat ook. Jochem! We zijn er! Het is ongelooflijk, hè? Zelfde naam, zelfde postuur. Je was al lekker bezig. Ja. Goeie... Ah, Jochem. Jochem. Ja. Hi. Hallo. Dit is Roos. Roos. En Roos is uniek. Hey. Ik wil ook in de bouw misschien wel het ook bedenken, maar het slopen, toch? Ja. Daar ben jij nu mee bezig. Dus de vraag is, kan ze je een beetje helpen?
Ja, dat lijkt me wel. Wat allereerst belangrijk is, is een helm. Ja. Werkschoenen, die hebben we vooraan geregeld. Nou, we zijn er klaar voor. Veiligheidsschoenen, stalen neuzen, hesje en een helmpje. Eén ding, Jochem, voor mij. Ja. Het is verantwoord, hè? Veiligheidstechnisch. Alles wat wij doen is verantwoord. Ja, maar ook voor mij om hier te volgen. Ja, tuurlijk. Anders zou ik hier niet neerzetten. Nou, daar gaat ze. Elegant en gefocust. Op weg naar de sloopkraan. Eerst nog wat instructies van de andere Jochem. Deze hendels, die zijn om het te bedienen van de machine. Hou ze maar vast. Het gaat nu echt beginnen en ik zie aan de ogen dat ze het spannend vindt. Maar ja, dit is wel waar ze het iedere keer over heeft. Ja, doe maar! Dit is beton, pas voor pas. Vind je het wat? Ja, ik vind het heel gaaf. Want hoeveel zijn er nou van 11 die echt in de sloop willen? Lekker! Gelijk, alles is kapot. En, hoe ging die, Roos? Leuk. Ja? Wat vond je er leuk aan? Gewoon dat als je met die hijskraan, dat je gewoon iets kan pakken en dat het gewoon kapot mag. Oké, blijf even zitten, want dit is natuurlijk een uniek moment. Dat gaan we vastleggen. Komt-ie. Nou, Roos. Onze werkdag zit erop. Nou ja, eigenlijk is het jouw werkdag, want ik heb vandaag niet zo heel erg veel gedaan. Mijn excuses staan ervoor. Maar goed, jij hebt wel een beetje kunnen ruiken al aan de verschillende vakgebieden in de bouw. Hè? Want er is heel veel te doen hier natuurlijk. Ik heb je uit de klas gehaald natuurlijk, Haagse Hogeschool. De opleiding tot bouwkundig ingenieur. Daarna natuurlijk de sloop. We zeggen, je hebt dus de sloper, je hebt de bouwer en je hebt de bedenker. Ja. Wat staat er op 3? Bij Roos. Bedenken. Bedenker. Op 2? Bouwer. Bouwer. Oké. Dus je bent en blijft? Een sloper. Een sloper. Dat vond je het meest cool om te doen. En ik vind je sowieso hartstikke stoer dat je dat allemaal durft en dat je het allemaal doet. Ik heb nog een klein cadeautje erom. Dat kan je zelf ook nog bouwen thuis. En je kan het ook weer meteen slopen. Dat is ook heel mooi. Ik wens je nog heel veel succes. En ik denk dat het gaat lukken met jou. Ja, denk ik ook. Ja? Ja. Oké, dan ga ik je nu weer terugbrengen naar huis. Is goed. Goed. Oh ja, en even nog voor jullie. Als je nou ook meer wilt weten over het werken in de bouw, ga dan naar rtl.nl/later als ik groot ben. En daar kan je ook naartoe gaan als je denkt, ja, maar ik heb ook een droombaan. En ik wil ook even kijken of dat de meest ultieme baan voor me is. Gaan we samen op pad. Ook rtl.nl/later als ik groot ben. En wie weet. Doeg! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Wiki zonder suiker, klinkt goed, smaakt goed, Backup, Pios studiebegeleiding en het Oranje Kruis.